ben vrij in het duister. Ik denk dat het beter is als jij je spullen pakt. Ik weet zeker dat u er bent. Gewoon mensen, fotografen, journalisten. God voor die telefoon op. Hallo? We kunnen zoiets moois verzieken. Met die naam. Is mijn naam ook al niet goed? Nooit meer Marilyn Monroe. Ja, het is wel de eerste musical die we doen. En het is wel een beetje, denk ik, en ik ga ook gewoon heel erg namens Allard spreken. Maar onze eerste liefde. Dat is musical. Waar. Ja, nee, dat is zeker waar. Maar dat was niet je vraag. Nee, ja, wat willen we doen? Het wordt ons al vaker gevraagd. Kijk, wat je probeert als producent is te doen wat anderen juist niet doen. Dat klinkt als een heel simpel antwoord. Maar in hoe produceren gevolgtijdelijk werkt, is dat niet zo simpel als je er 2 jaar mee bezig bent. Dus wij proberen, met Ghost Stories probeerden we iets te maken wat eigenlijk niet veel gedaan wordt. En met Goodbye Norma Jean proberen we een biografische musical aan te pakken op net die andere manier. Op net een nieuwe manier. Een soort van what-if-achtig gegeven, te duiken in een complottheorie, maar juist ook alles te geven wat je verwacht van Marilyn Monroe. Dus we proberen eigenlijk gewoon te doen wat anderen niet doen. Ja, en ook als je kijkt, we hebben nu 2 producties gedaan in 1 seizoen. 2 compleet verschillende producties. Dus ja, dat is een beetje onvoorspelbaar. En dat vinden we wel leuk. Vinden we een fijne plek. Vinden we leuk. Ja, Ellen, goedenavond. Wat moet jij een waanzinnige première hebben gehad? Ja, het was een hele leuke première. En het ging, ja, voor mijn gevoel ging het heel goed. Dus... Volgens mij merkte ik heel veel reacties uit de zaal. Ik weet niet hoe dat voor jou was. Ja, de mensen leefden heel erg mee. En dat zowel in de verdrietige momenten als in de vrolijke momenten. En dat was echt wel heel fijn. Ja. Nu is het een soort interactie tussen Marilyn en Marilyn. We gaan niet al te veel vertellen natuurlijk. Maar hoe is dat voor jou om te spelen? Heerlijk. Ja, dat is natuurlijk voor actrices is dat natuurlijk helemaal geweldig. Dat we elkaar kunnen spiegelen en uitdagen. En ja, dat krijg je niet vaak, zo'n rol. En dan een heel illustre persoon natuurlijk, Marilyn Monroe. Wat is er voor jou gaan betekenen? Nou, ik ben haar wel eigenlijk veel meer gaan waarderen. Omdat het best een hele slimme vrouw was. Die echt wel veel last had van haar jeugd en van dingen om haar heen. En... ja, ik ben haar wel heel erg anders gaan zien, toch? Ja, ja. Ja, precies. Evita, je bent van alle markten thuis, lijkt het wel. Is dat zo? Ja. Marilyn Monroe, ik bedoel, totaal wat anders. Zet mij een pruik op en we doen het, hè, natuurlijk. Nee, even zonder dolle. Marilyn Monroe, wat heeft deze vrouw voor jou betekend in het repetitieproces? Nou, ik heb nog nooit zo'n fantastisch repetitieproces gehad. Echt waar. We waren natuurlijk maar met z'n drietjes. En de regisseur. En we hebben zoveel gelezen. En als je in een grotere musical speelt, is daar eenvoudiger de tijd niet voor. Ik bedoel, je moet de dansjes aanleren. Je moet, weet je, je staging doen. Een enorm decor wat beweegt van alle kanten en wat je moet doen. En nu waren we maar met ons drietjes. We hadden de stoelen, we hadden de piano en het bed. En voor de rest was het vrij. Dus we hebben zo ontzettend ons kunnen verdiepen in tekst en beleving. En dat vond ik een verademing. Ik dacht, oh, als dat me altijd zo kon. Dus dat repetitieproces vond ik een van de beste die ik ooit heb meegemaakt. Samen met Ellen en Soy, dat was feest. Ja, Soy, zo sta je op een Grieks eiland en zo zit je bij Marilyn Monroe. Hoe is dat voor jou? Nou, dat is dus het allerleukste aan deze, aan mijn vak. Dat je dat verschil kan hebben in 1 jaar. Nee, ik vind het echt zo lekker. Ik hoop dat we mijn hele leven volhouden. Dat je die afwisseling is zo te gek. Ja, ik ben heel blij. Nu speel jij in de musical over Marilyn Monroe. Hoe heb jij deze vrouw leren kennen in het repetitieproces? Nou, we hebben echt keihard gewerkt om dat, zeg maar, te achterhalen. Waar gaat de voorstelling nou eigenlijk over? En de voorstelling gaat voor mij echt wel puur over een vrouw die zo omkomt van de druk en van de media. Maar eigenlijk alleen maar 1 ding wil en dat is liefde. En dat is wat eigenlijk iedereen wil, op zoek naar liefde. En ja, ik heb me daar wel in verdiept. Ik heb sowieso alle mannen die ik speel, de 6 rollen die ik speel, heb ik allemaal opgezocht. Dus alle foto's, Arthur Miller, Jodie Maggio, Bobby Kennedy, ik heb ze allemaal opgezocht. Ja, helemaal te gek. Ja, ja. Is Ellen samen met Marilyn Monroe. Hoe is die wisselwerking voor jullie? Hoe is dat om te spelen? Nou, ik heb altijd al gedroomd om een keertje met Ellen te kunnen werken. Dat is echt al van
Heel lang geleden. Ik heb altijd een beetje naar haar opgekeken. Ik vind haar gewoon waanzinnig goed spelen. Mooie tekstinterpretatie en gewoon een hele mooie actrice. Dus ik dacht, oh, als ik ooit naast haar mag komen te staan. Dus ik was daar heel erg blij om. En we hebben gewoon een soort natuurlijke klik. En dat gaat vanzelf. Het is heel, klinkt heel cliché en een beetje dom, maar dat is echt zo. Het gaat vanzelf. We hebben met z'n drieën een soort iets ontwikkeld, waardoor het allemaal heel makkelijk gaat. En echt een hele clubje. Ja. Ja, dan heb je ook nog de muziek van Sam Verhoeven. Ja, ik denk een cadeautje. Ja, dit is een cadeautje. En met Frans Heemskerk achter de piano, die het alles opnieuw heeft gearrangeerd. Zo goed gedaan. En met zoveel betrokkenheid ook voor het stuk. En dat vind ik echt het leukste aan deze productie. Allard en Chris zeggen wel eens, we willen alleen maar met leuke mensen werken bij de Theater V. En dat is er zeer goed gelukt. Iedereen dezelfde neus en dezelfde kant op. En die muziek, ja, live gewoon, jongens. Live op het podium met zo'n klein combootje met Alex en Pascal, trompet, cello. Het is ook zo lekker. In elk theater waar je komt, je voelt gewoon dat dat live is. En dat is zo fijn. Ja, ik vind dat echt te gek. En last but not least, nieuwe producent. Hoe heb je de kennismaking ervaren? Nou ja, ik zou zeggen dat die gaan goed de toekomst in. Theater BV, watch out. En nou hopen dat er heel veel mensen deze voorstelling komen kijken, zodat zij weer nieuwe dingen kunnen maken. Nee, ik vind het helemaal te gek. Valt het als Marilyn Monroe? Ja, goed. Ja? Beetje bloot, maar wel goed. Dus de kop er vanaf, nu lekker spelen? Ja joh, nu gaan we ervoor. Ja, nu gaan we. Nu is dit er vanaf. En de première is toch altijd wel zenuwslopend hoor. Het doet toch iets raars met je, maar nu gaan we gewoon het land in. En ik hoop dat heel veel mensen komen kijken. Want het is echt een mooie voorstelling. Ja. Kop is eraf. Dat is voor jullie. Dankjewel. What's up, Doc? Dr. Greenson? Iedereen weet naar die vertoning wie dat is. Dus je denkt mij weg te sturen, mag ik even? Samen met jou, ja. Nee! Samen met jou! Marilyn Monroe en Joe DiMaggio gaan scheiden. Nu al? Nooit één film, maar 10 achter elkaar. Goed beschouwd is Marilyn niet veel meer dan een afgewezen junk. Doe je stikken? Doe je sterven? Verpletterd, vermorzeld, verpulverd in scherven.